Ja, deze nieuwsuitzending die gaat over mijn komende doel. Gewoon lekker zeuren over katholieken. Oh, die mensen hebben 500 miljoen van ons omgelegd. Nou, dan mag je er toch een beetje een geintje over maken. En ik was vandaag op Facebook, ik zat weer heel erg druk aan het werk. En dan kom ik dus deze katholiek tegen. Het hele gebeuren duurt 2 minuten 26. Nou, dat kunnen jullie wel even volhouden, mag ik hopen. Anders ga je nu maar even een kopje rooibosthee maken. En druk je nu op de pauzebutton, want ik ga nu die katholiek laten spreken. People often say to me, they say, "Jay John, you know, what do you do?" And it's always very difficult to know what to say. Because if I say to you that I'm a reverend. Wat is dat? Staat dat in de Bijbel? In de Bijbel wordt gesproken over profeten. Niet over priesters. Ik ken ook iemand die was ongelooflijk tegen schriftgeleerden, farizeeërs en geldwisselaars. Die heette Christos Jezus. En hij vond die lui ongelooflijk dom. En trok zich daar niks van aan. En hij is er trots om. Want hij zegt dus eigenlijk, ik ben zo iemand waar Christus Jezus zo tegen tekeer ging. En ik ben hem nog steeds, want ik heb een zwarte jurk aan. Which I am, that conjures up certain images in people's minds as to what I might be. So I like to be a little bit creative in telling people what I do. I sat next to this lady on an aeroplane at Heathrow Airport. And I said, hello. And she said, well, hello. En nu komt een stukje bullcrap verhaal. Want dan gaat hij vertellen dat hij op van Heathrow is opgestegen. Oh, 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 wat bijzonder zeg. Ja, dat ben ik ook wel eens gedaan. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Had ik gewerkt. Daar kan ik ook heel lang verhalen over houden hoor. En hij zei dus hallo tegen die persoon die naast hem zat. En zij zei ook hallo. Nou, en dan begint er een gesprek, jongen. Hier zie je het intellect van de katholieke kerk, hè. Oh? And I said, where are you going? Zo, wat een goede vraag als je samen in het vliegtuig zit. And she says, I'm going to Singapore. Then she said to me, where are you going? Och, nee zeg. En ze vroeg ook waar hij naartoe ging. En waar gaat hij naartoe? Hij ging naar Australië. Nee, maar dat is spannend. Nou, je voelt het al helemaal komen, hè? I said, I'm going to Australia. I said, what do you do? So she told. Sorry. What do you do? Ga je aan iemand vragen wat voor werk doe je? Je vraagt toch aan iemand van. Je zegt trouwens helemaal niks tegen een vreemde. Je moet gewoon in dat moment zijn. Je zit samen op die stoel. Op dat bankje, ja, ieder zijn eigen stoel. En misschien dat je dan vraagt van. Vind je het erg als ik mijn elleboog hier neerleg? Dat soort dingen kan je vragen. Of je bent uitgelezen in je eigen. Van die magazine zitten er dan in het vliegtuig. Kan je van zo'n magazine pakken. En dan zie je vanuit je ooghoek dat er nog een magazine ligt die je niet gelezen hebt. En dan kan je vragen aan iemand van. Mag ik die magazine even lezen? Je gaat er niet vragen wat voor werk iemand doet. Hold me. Then she said, what do you do? And I. Oh! Zij was ook zo'n stoeppersoon. Wat doe jij dan? En wat kijkt hij blij, hè? Wat een mooie man is dit, hè? Hij is wel vaker naar de tandarts geweest dan ik. Of beter zijn tanden gepoetst of beter karma. Hij heeft mee gehad. I said, well. I work for a global enterprise. Kijk, daar zien we hem. Dus de discussie is nu echt voorbij, mensen. De katholieke kerk, dat is. Katholiek is Grieks, het komt uit het Grieks. Het betekent de globale kerk. De katholieken, dat zijn de globalisten. Zij willen voor ons, wat mijn dochter wilde voor. Hoe heet ze ook alweer? Want we hebben 3 generaties ratjes gehad. En die eerste die heette, maar het ging om ratjes. En mijn dochter wilde gewoon een totale ja, rattenkooi met allemaal mogelijkheden. Zodat die beestjes wat te doen hadden. Oh, dat ging met name over Woezel en Pip.
daarna kwamen Socrates en Plato. En daarvoor was het ook, ja. Maar die gingen vrij snel dood. En mijn dochter wilde gewoon een mooie kooi. En ik dus als vader, want ja, het geld groeit maar ook niet op de rug. Heel creatief. En hebben we bij de Hubo, de houthandel Utrechtse bouwmaterialenorganisatie of zo. Van die afvoerpijp voor een wasdroger. Heel handig, een flexibele pijp heet dat. Kost niks, kost tientje. Van alles gemaakt voor die ratten. Later heb ik die ratten gewoon vrijgelaten, want dat was uiteindelijk toch de bedoeling. Maar in eerste instantie wilde mijn dochter, en dat vond ik ook goed, een schommeltje en een dingetje en dat die beestjes gewoon lekker aan het werk, ja, zogenaamd aan het werk kunnen. Dat doen die katholieken. Met ons. Ze maken een rattenkooi. En niet dat wij ratten zijn. Ze maken zoiets als wat mijn dochter wilde voor die ratten. Een omgeving. In het geval van mijn dochter een veilige omgeving. Maar ik heb die kooi opengezet en ze zijn echt niet doodgegaan. Opgegeten door een hond of zo. En ze willen een omgeving waarin wij denken dat we veilig zijn. En dan met allemaal speeltjes erin. Wat ze niet begrijpen, is dat ze ons daarmee verminderen. En wat ze ook niet begrijpen, is dat ze zich beroepen op een boek en het heet de Bijbel. En wij weten verhipte goed wat in de Bijbel staat. En daarin staat niet, gij zult in een zwarte jurk een beetje grapjes lopen maken over een wereldwijde onderneming. Als je me niet gelooft, dan ga je de Bijbel maar lezen. Ik ga weer even verder spelen, ja? She said, do you? I said, yes, I do. I said, we've got outlets in nearly every country of the world. Kijk, en dat is waar. Het is al lang, honderden jaren geleden, is er al een paus geweest. Die zei van, nou, ik regeer niet hier over Italië, ik regeer niet hier over Europa. Ik regeer van China tot en met elk ander land waar maar mensen wonen. Dit is, pak dat boek erbij van George Orwell, 1984. Geschreven door William Blair, want George Orwell was een pseudoniem. William Blair heeft deze methodiek, deze wijze om mensen te houden, zoals je had Abel, je had Kain en Abel, en gaan we nou niet afrekenen over wie er nou de veehouder was en wie er de landbouwer was. Maar zijn organisatie, dat zijn geen veehouders, dat zijn geen landbouwers. Dat zijn mensenhouders. Hou ze in de gaten. She said, have you? I said, yes, we have. I said, we've got hospitals and hospices and homeless shelters. Ben je er blij mee? Ik ben momenteel met jeugdzorg in gesprek. Want er is een kind van 4 in gevaar. Groot gevaar. Dat houdt die jongen geen 3 jaar meer vol. Dan is hij kapot. Dan krijgt hij kinderkanker. Bij wijze van spreken. En jeugdzorg heb ik duidelijk gemaakt dat zijn tante een kamer over heeft. Daar kan een kind zo naartoe. Jeugdzorg zegt tegen mij dat ze de mogelijkheid zien, maar ze mogen niet te veel doen. Ze staan onder een regime. Ze mogen bijvoorbeeld geen deur openbreken.
niet een ruitje intikken en dan even hallo, we zijn binnen. Want daar zit dat kind. Ze zijn met handen en voeten gebonden. Dat begrijp ik. Met die mensen van jeugdzorg en de politie werk ik prima mee samen. Ik heb alle begrip voor hun restricties. En ik doe gedwee wat ze van me vragen. Want ze hebben hulp nodig. Dus de hulporganisaties hebben hulp nodig. En deze meneer, dit zakje moleculen, die zitten zorgen voor ziekenhuizen en tehuizen en dakloze opvangcentra. Dat hoeft hij helemaal niet te doen. Want dat doen we zelf wel. Die meneer, die jongen waar ik het over heb, dat is ook een meneer, ook een mensen, van 4 jaar. Zijn tante heeft een kamer. Het enige wat we hoeven te doen is even met een paar jongens gaan we er naartoe. We meppen wat ruiten in. We pakken de hoogst noodzakelijke spullen mee. En is het wegwezen. En als die moeder zich nog in de buurt vertoont, krijgt ze een klap voor de bek. Oog om oog, tand om tand. Je blijft met je kinderen, met je tengels van kinderen af. En deze meneer, die gaat het allemaal al repareren voor ons. Ja, zie jeugdzorg hier in Nederland. Nou. I said we do marriage work, we've got... Sorry voor mijn emotionele dingen. Sir. We doen huwelijkswerk. Wat is dat? Geef je 10 seconden om even na te denken. Wat is huwelijkswerk? Ze hebben weestehuizen. Voor mensen zonder ouders. Christus Jezus heeft er echt gezegd. Dat de relatie tussen een kind en zijn ouder. Dat is schijn. Een kind moet een relatie krijgen tussen hem of haar, hè, meisje of jongen, en de vader. Je kind heeft helemaal geen ouders. En weestehuizen, wat doen ze dan in weestehuizen? Hier in de buurt van Nijmegen, de katholiek, hè, de Nijmegen is katholiek. Dan heb je Neerbos. Dat is een weeshuis. Ja, dat is trouwens verkeerd vertaald, denk ik hoor. Weeshuizen moet er staan. Daar kwamen ze met de helikopter, kwamen ze kinderen ophalen. Voor een mooi, spannend, nachtelijk uitje. Die kinderen kregen nog cocaïne ook, denk ik. Of PEP, of GHB. En hebben ze ook nog voedselprogramma's. Ik wil helemaal geen voedselprogramma. Dat weten we toch zelf wel. Je stopt zaden in de grond. En dan krijg je aardappels of koren. Of, ik weet niet hoe. Ik ben geen landbouwer. Geef mij gewoon een gun en dan schiet ik wel wat zwijnen dood hier. In het Apeldoornse bos. Dan ben ik net Obelisk. Maar dan in de vorm van Asterix. Dat kunnen we zelf toch wel. En dan hebben ze ook nog onderwijssystemen. Nou, het geeft helemaal geen onderwijssystemen. Om het maar eens op zijn Duits te zeggen. Er is zoiets als onderwijs. En dat doen ze echt niet hoor. Ik heb daar tandenknarsend op toe moeten zien hoe mijn dochter volgepopt werd met die katholieke K-propaganda. We've got orphanages, we've got feeding programs, educational programs. I said we do all sorts of justice and reconciliation. Oh, sorry.
Wij doen allerlei soorten van gerechtigheid en verzoening. Ik wil geen verzoening met een organisatie die ingaat tegen de Bijbel. En dat is de antichrist. Ik ga ook niet seks hebben met een schorpioen. Of een ratelslang. Want die verbeteren zich nooit. En hoe ziet deze man eruit? Kijk eens naar zijn hoofd nu. Zij doen allerlei soorten van gerechtigheid. Ja, gerechtigheid is dat als een priester zich vergrepen heeft aan kereltjes die door de ouders naar de kerk zijn gebracht. Van, jongen, jij bent koorknaap geworden. En die mogen niet vervolgd worden. Ze hebben in Amerika een hele stennis gemaakt over dat er $50 miljoen aan schadevergoeding is uitgekeerd. Ja, dat was wel van de collecte gelden, of niet? Dus de mensen die naar de kerk gaan, die doen allemaal een eurootje in het zakkie. En dan kan die priester, die kan, hoppa, vrijgesproken. Want de kerk betaalt wel. Dat heet gerechtigheid. Ik dacht het niet, mijn lieve mensen. Je kan met mij een urenlange discussie houden over moraliteit en ik win die. Want ik weet wat moraliteit is. Dat staat in de Bijbel namelijk. En dit is een leugenaar. Laten we hem lekker verder laten liegen. Conciliation things. I said basically we look after people from birth to death. Oh. En hoe zit het dan met mensen zoals ik? Ik heb nooit gewild dat er voor mij gezorgd werd. Ik was afhankelijk van mijn ouders toen ik klein was. En zo gauw ik de kans kreeg om zelfstandig te worden, was ik weg. Ik zorg voor mezelf. Hoezo kan iemand voor mij zorgen? Hoezo weet iemand beter wat ik moet doen dan dat ik dat zelf weet? Ik wil geen vader op deze aarde. En jullie ook niet. Denk er eens even over na. Wil jij echt door deze man verzorgd worden van je geboorte tot aan je dood? En wat ga je in de tussentijd doen? Veilig achterop bij vader op de fiets. Vader weet de weg. En jij weet nog van niets? Of dacht je dat de bedoeling was dat je zelf wat zou gaan leren? Je kan toch moeilijk boven komen als je dan heen gaat en is het allemaal afgelopen. I wanna go like Elijah when I go. Uiteindelijk ga je. En wat ga je dan vertellen? Dat je al die tijd naar deze man hebt geluisterd. En dat je fijn door hem verzorgd bent. Dat hij de hemel in mag. En jij ergens het, ja... Je hebt nooit wat gedaan bij leven, dus hoezo bij dood? And we deal in the area of behavioral alteration. Kijk, dat lijkt me ook een hele goeie. Gedragsverandering is dat je mensen zoals deze mens niet laat liegen. En zeker niet op tv mag laten komen. She went, wow! And it was so loud, her wow. Loads of people turned around and looked at us. Oh, iedereen keek om. Nou zeg. Ik ken ook een verhaal van een vriend van mij. En die kwam terug met het vliegtuig vanuit Zuid-Amerika naar Nederland, naar Schiphol. En die ging eventjes, had de Coca-Cola gedronken. En dan ging die een... Hij zakte weg in een dutje. En toen hij wakker werd, toen had hij in zijn broek geplast. En zijn vriendin, hij was met zijn vriendin mee naar Zuid-Amerika. Die zag dat ook. Zijn hele broek onder de urine. En toen heeft hij echt gezegd, wat moet ik nu, wat moet ik nu? En samen, of die vriendin, die hebben toen de stewardess... geroepen van, ja, hij heeft in zijn broek geplast. En die stewardess zei, oh, dat is geen probleem hoor. Want we hebben hier, hadden ze joggingbroeken. Dat zat in dat vliegticket inbegrepen.
Want dat hadden ze wel eens meegemaakt. Nou, toen keek ook het hele vliegtuig om, hoor. Iedereen van, oh, een man die heeft in zijn broek geplast. Ja, we kijken allemaal even om. Wat zegt dat meid dat mensen omkijken? She says, what's it called? I said it's called the church. Daar is die. Tim? Kijk, het oorspronkelijke woord wat wij christenen hadden, en ze haten ons, hè? Maar wij christenen, wij kwamen bijeen. Ergens in een schuur of in iemands woonkamer. Het Griekse woord is ecclesias. De kerk, dat is een stapel stenen. En dat kan ook. Je kan een gebouw, als je het heel vaak hebt, dat mensen zeggen, nou kom op, we maken er een gebouw van. Die kerk, dat moet wel een multifunctioneel gebouw zijn. Daar moet ook kinderopvang zijn, bejaardenopvang. Mensen mogen daar muziek maken, dus repetitieruimtes. Daar moet je ook naartoe kunnen als je een been gebroken hebt. Een soort eerste hulp of zo. En als je stout bent geweest, dan moet je daar de ramen lappen. Dat is de kerk. Maar het is klein. En deze meneer is van die grote kerk. De kuddekerk. Daar krijgt hij zijn salaris van. En dan gaat hij onzin lopen verkopen. En geen één keer zal hij de naam Christus Jezus uitspreken. Want dat doen die katholieken niet, hè. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Maar die naam spreken ze niet uit. Hou ze goed in die gaten, die vieze leugenaars. And that's it really, isn't it? If we are a follower of Jesus, wow. Then we are okay, part of a Wacht even. Als wij volger zijn van Jezus, hij moet zeggen Christus Jezus. Hij zou moeten zeggen, als wij begrijpen het woord, als wij het woord van Christus Jezus begrijpen, zijn we deel van een wereldwijde organisatie. Echt waar? Het is mijn idee dat de mensen die het woord van Christus Jezus snappen, begrijpen, bevatten. Die kan ik tellen op de vingers van één hand. In mijn persoonlijke omgeving. En daar reken ik ook nog mensen bij die ik dan heb leren kennen via internet. Dat heb je tegenwoordig nodig. Want hier in Arnhem, ik heb al, misschien zijn het er wat meer. Maar wereldwijd, absoluut niet. Zijn club wel. En hoezo is hij een volger van Christus Jezus? Waarom vertelt hij niet het evangelie? De blijde boodschap. De laatste zullen de eerste zijn. Schaam je niet als je in der tijd niet opgestart bent. En nu pas. Als je nu pas opstart, ben je een van de laatste. Schaam je niet. Ze zullen over je gaan zeiken, maar schaam je niet. Waarom vertelt hij dat niet? Waarom niet gewoon het evangelie doorgeven? Global enterprise, but not only is it global, it's intergalactic. Sorry. Intergalactic. Dat is tussen de melkwegstelsels in. Nou, dan ga je lekker ver. Het lijkt wel, als je te luisteren naar, hoe heet die vent ook alweer?
met zijn dinges, die Fransman. Die ik niet eens zo heel stom vond, maar wat ook een ongelofelijke jezuïet was. Nou zeg. Because it includes everyone that's gone. Oh, ik weet het weer. Teilhard de Chardin. Before us. Wow. Dit was hem. Mooi hè, katholieken aan het woord. En ze lullen helemaal nergens over. Ze geven het woord van Christus Jezus niet door. Ze kijken wel linker uit. Want Christus Jezus, door Christus Jezus is geschreven. Dat is denk ik correct logica Nederlands. Door Christus Jezus is geschreven. En niet dat hij zelf schreef, maar door hem. Noem niemand op deze aarde je vader. In het Oude Testament vind je vergelijkbare dingen. Het staat er allemaal al. Het is een eeuwenoude strijd van rechtaardige mensen tegen leugenaars. En helaas hebben wij de laatste leugenaar nog niet omgelegd. Nog niet onthoofd. Die blijven nog een tijdje bestaan. Het is het kaf tussen het koren. Hou jezelf aan de smalle weg, mijn lieve kind. En er gebeurt je niets. Je gaat hooguit dood. En er zijn vele manieren om op een goede manier dood te gaan. Aan het kruis genageld ben je al vanaf je geboorte met dit soort idioten op Facebook.com. Jij mag knarsen tandend toezien. En je bent een kind van God. En doe je zijn wil, dan komt hij naar je toe. God zoekt jou en niet andersom. En dat is wat deze man predikte. En iedereen moet naar de kerk en dan gaan we dit en dan gaan we Jezuskoekjes eten. Ja, daar gaat het dus niet om. Spiritualiteit is echt scary. Een beetje spiritueel mens kan ook gewoon naar een horrormovie kijken en een Maria kaakje eten. En een glas melk erbij. Of je doet wat anders met vodka en een olijf. Maar als bijbelgelovende, als christen, ben je niet bang. Je hebt niemand nodig. Je bent alleen maar bang voor de Heere Heren. De Vader van Christus Jezus. De persoon waar Christus Jezus het over had. Wiens zoon hij was. Er is een bepaalde logica. Je kan ook zeggen van het... Ik pak hem er even bij. Nu ik toch aan het zeuren ben. Het is van Willink. Even kijken hoor. Hey, daar is je al. Even kijken of we fotootjes bij hebben. Ja, deze. Zie je deze? Ik vind Karel Willink een van de allerbeste schilders. Maar is hij mijn vader? Dit schilderij van Karel Willink, daarvan weet ik de wiskundige achtergrond. Want hier zit heel veel in. Als je er goed naar kijkt, er zit veel meer in dan je denkt. Die lijnen en maar heel goed uitgelegd. Door een schrijver met een boek. Een schrijver van een boek, ja, dat zeur ik nou dubbel op.
Maar is Karel Willink de schilder? Ik denk wel dat ik dit een van de allermooiste, allerbeste schilderijen vind die mijn ogen ooit hebben waargenomen. Is Karel Willink de schilder? Nee, natuurlijk niet. Noem niemand op deze aarde je vader. Karel Willink heeft dit ook maar gemaakt. In zijn vrije tijd, mag ik hopen. Als ik Karel Willink zou beschouwen als de schilder, dan overtreed ik het tweede gebod van de 10 geboden. Dan heb ik een idool die ik ga vereren. En dat mag niet. Ik vind het een ongelooflijk mooie schilderij. Het heeft 10 jaar lang in mijn woning gehangen. Een replica daarvan. Boven mijn piano. Ongelooflijk vaak naar gekeken. Het is ongelooflijk mooi. Vind ik. Ik vind ook zelfs bepaalde nummers van Madonna vind ik erg mooi. Dat zijn dingen die zijn voor de tijdelijkheid. Je mag gewoon schilderen en je mag muziek maken. Mensen mogen je goed vinden en daar mag je ook een centje voor krijgen. Dat is allemaal geen probleem. Maar je mag niemand op deze aarde vereren. Je mag niemand je vader noemen. Want je vader is ergens anders. Denk er goed over na. Want anders word je een slachtoffer van de katholieke kerk. En de katholieke kerk, mijn lieve vrienden en vriendinnen, die werkt op meerdere fronten. Ze hebben dus die zwartjurk die je net zag. Maar ze hebben ook die atheïsten. Ze hebben een atheïsme movement. Ze hebben een nihilisme movement. Ze hebben het geloof der onderwerpings movement. Iedereen onderwerp u. Ja, aan wie? Ja, aan een instantie. Boeddhisme hebben ze overgenomen. Als je tegenwoordig, want boeddhisme, dat stelt in feite niks voor. De Dhammapada is 300 pagina's. Het is ongeveer 6 maanden lang de Donald Duck. Qua aantal pagina's. Ik wil de boeddhisten niet beledigen. Eerder prijzen. Het is een heel kort boekje. Het is de Dhammapada, kan je zelf lezen. En dan ben jij vanaf dat moment, als je het aanneemt, boeddhist. En je hoeft niet naar een klooster. Die katholieken die houden van muren en gevangenissen. Daar moet je niet in gaan zitten. Je moet je spiritualiteit zelf vinden. En als je intellectueel bent, en je kan ook wat logica, dan ben je denk ik in staat om het allermoeilijkste boek te gaan begrijpen. Te weten de Bijbel. Te weten het Nieuwe Testament. Te weten de parabelen van Christus Jezus. En dan ben je los van die ellende. En dan laat je net als Simon de Pilaarheilige de steden achter je verbranden. Spiritualiteit is de oplossing. Het is de remedie. Het is het medicijn. En niet meedoen met gekke mensen. Hey, dank jullie wel, schattenbouten, dat je hier naar geluisterd hebt. En op zijn hamburgers zeg ik, zakie, tjus. En dag, liefers.